weet je. Ik heb soms het gevoel dat ik eigenlijk liever in het lichaam van een vrouw zou willen zitten. Maar ja, dan wil zo'n vrouw weer niet. Dan haak ik het een beetje op, hè. Bij een steekproef onder Marokkanen zijn er laatst 7 omgekomen. Weet je, ik heb nogal pijn aan mijn knie. Ja, heb ik weer hoor. Heb ik altijd als ik in Carré sta. Spek. Het komt, want ik ben 2 weken geleden heel hard van mijn fiets gevallen. Ja, was dan tussen 3 en 4 uur 's nachts. Dus het duurde nog vrij lang ook. Maar het vreemde van het hele geval was dat ik dus viel zonder dat daar enige aanleiding toe was. Dus mijn fiets ontweek iets wat er eigenlijk helemaal niet was. En nou ben ik dus bang dat mijn fiets banden met Al-Qaeda heeft. Dit wat ik nu doe eigenlijk, dat doe ik ongeveer 1 kwartier per week. En toen dacht ik, nou, ik kan er eigenlijk best nog wat naast doen. En toen ben ik me eens gaan oriënteren. En toen hoorde ik van kennissen dat er op Schiphol een 5e baan bij was gekomen. En toen ben ik daarop gaan solliciteren. Maar ik heb daar nog niks op gehoord. Ja, en ja, wees nou wel, zie je mij al als piloot. Ik vind overigens piloot vind ik wel ongeveer het meest overschatte beroep van de wereld. Want het schijnt nog voor te komen dat als een piloot zijn toestel na een fijne vlucht veilig aan de grond zet, dat hij dan nog op sommige vluchten dat hij dan nog applaus krijgt van de passagiers. En dan vind ik, nou, dat vind ik nog tot daar aan toe. Maar laten die passagiers dan ook consequent zijn en van hun afkeuring blijk geven als het een keer fout gaat. Hè? Maar er is nog nooit een zwarte doos teruggevonden en dat ze dan dat bandje afspoelden en dat je dan hoorde, mayday, mayday, we're going down, oh my god. En dat je dan op de achtergrond boe hoorde roepen, boe. Maar goed, ik ben geen type om stil te gaan zitten, hè? Dus dat, ik ga dat niet afwachten van dat Schiphol. En toen ben ik in de tussentijd een cursus gaan volgen. Een cursus tot klinieklown. En dat is nog best pittig hoor. We oefenen dan op poppen. Ik heb mijn anorexia tubbies, sars barbies. En als die dan gaan lachen, dan weet je dat je op de goede weg bent, hè? Maar het examen is dan heel spannend, want het examen doe je dan op een echt ziek kindje. Wel op een terminaal ziek kindje, want kijk, als je het dan verpest, is er nog geen man overboord. Ja. Ik stotter een beetje, maar ik bedoel, dat is niet erg. Althans, ik heb er heel weinig last van. Eigenlijk alleen als ik praat. En ik heb dan nog een jonge broer, die stottert dan ook. Mensen zeggen ook altijd dat we sprekend op elkaar lijken. En die heeft daar een gedicht op geschreven en dat gaat dan zo. Het heet stotteren dus, hè? Heel toepasselijk. Stotteren. Ik praat niet goed, dat noemt men stotteren. Deed ik het door mijn neus, dan zou ik ook nog snotteren. Het is niet veel, maar ja, ik zeg, het is van mijn broertje.
Ik heb van de week een oud vrouwtje in elkaar gebeukt. Want ik zeg altijd maar, de aanval is de beste verdediging. En je weet niet wat er in die grijze bolletjes omgaat. Hè? Als dat met dat looprek op je afkomt, dan kunnen ze nog raken klappen mee uitdelen. Dat is niet waar natuurlijk. Ik ben heel erg tegen zinloos geweld. Er komt allemaal ellende van. Stille tochten. Hoewel, als ik ergens niks op tegen heb, is het dan een stille tocht. Want als ik ergens geen overlast van heb, is het wel een stille tocht. Heb ik eens last van een stille tocht, doe ik het keukenraampje dicht, hup, echt klaar. Maar ik heb zelf een tijdje terug nog een vervelende ervaring gehad met zinloos geweld. Ik was een avondje gaan stappen met vriend. Of ik was een avondje gaan stappen. En ik zat om 9:30 in mijn stamkroeg. Ik denk, kom, ik ga maar eens op huis aan. Misschien is er nog wat leuks op televisie. Heb ik helemaal een topavond. En ik loop die kroeg uit en ik zie zo aan het eind van het steegje, zie ik zo'n, op de hoek zie ik zo'n groepje van die Hells Angels staan. Ik denk, kom, daar ga ik nou eens even gezellig een praatje mee maken. Dus ik stap op een van die knapen af en ik zeg, goh, mooie brommer joh. Die gozer zegt helemaal niks terug. Hij kijkt me alleen maar zo aan. En ik lees iets uit zijn ogen als, zeg ongelooflijk kut ventje, zal ik eens even die rotkop van jou komen verbouwen? Maar stom, ik lees dat hard op uit zijn ogen. Heb ik hem helemaal in elkaar moeten slaan, zeg? Ja. Dat zou je niet denken dat in het kleine lichaam een goed geoliede vechtmachine schuil gaat, maar ik zou de proef maar niet op de som nemen. Maar ik heb dus heel veel respect voor vrouwen. Ik vind vrouwen cool. K-O-E-L. Ik vind een van de leukste dingen van vrouwen, vind ik dat ze zich mooi kunnen maken. Ja, dat vind ik zoiets mysterieus. Hè? Het ene moment zit er nog een of andere zieke walrus naast je op de bank? En 2 uur later komt er toch een lekker wijf de badkamer uitzetten. Want je denkt, is dat allemaal van mij? En dan is dat zo. In ieder geval, toen was dat zo. Een kort gedicht opgedragen aan mijn toekomstige vriendin. Het heet dan ook Kom. Kom vanavond langs, mijn lief. Dan trek ik een blik met kusjes open. En als ik je daarmee nog niet gerief, laat ik mijn lievelingsschildpad over je buik heen lopen. Ik wou, ook in het kader van, u denkt nou misschien dat ik niet uit mijn woorden kan komen, maar dat is natuurlijk ook zo. In het kader van de op handen zijnde oorlog in Irak, die nauwelijks nog te vermijden lijkt te zijn, heb ik een gedicht waar ik mee af wil sluiten. En dat gedicht is opgedragen aan de onbekende soldaat, Fred Buys uit Uden. En het gedicht heet Vallen de mensen. Wat zouden de sterren toch wensen bij het zien van vallende mensen. Dank u wel.